Yo, QC, je bent wel thuis. Ik heb geen telefoon, geen geld en ik kom terug naar Amsterdam. Ik dacht, misschien kan ik voor jou 50 euro lenen of dat. Dit is de Gier Gasten, mijn naam is Niels. En ik ben Martijn. En ja, we hebben natuurlijk best wel heel veel mensen getest op hun geduld en vrijgevigheid. Alleen onze collega's nog niet echt. We hebben hun nog niet echt op de proef gesteld. Nee, inderdaad. En nou ja, de BN'ers die staan erom bekend om heel veel geld te hebben, ja, zeggen ze vaak. Ze zouden ze ook heel veel te geven moeten hebben, zij ja, denken. Of zijn ze heel gierig, net als wij? Wij gaan het in ieder geval testen. Ik heb zo mijn vooroordeel. We zijn nu in Hilversum. Ik weet dat Joël Beukers hier ook in het Gooi woont. Ik ken hem, maar het is niet mijn beste vriend. Ja, dit is echt pijnlijk. Voicemail Joël. Weet je wat het namelijk is? Ik heb dit namelijk altijd als ik een BN'er bel. Dat heeft hij niet. Ja, ook gewoon offscreen. Ja. Dit gebeurt me altijd. Die denken altijd, ik doe, die moet ik, van me. Ik doe gewoon niet mee. Even kijken hoe het bij Martijn gaat. Wij staan in Spijkenisse omdat onze grote vriend QC hier woont. En als ik zeg grote vriend, bedoel ik hele vage kennis. Ik heb QC een paar keer gezien. Misschien één keer gesproken. En ik zou niet eens weten waar het over ging. Dus het is überhaupt super weird dat ik zo meteen voor zijn deur sta. Want ik wil eigenlijk geld van hem lenen. Ik denk 50 euro, als dat niet lukt, misschien 20 euro. Het verhaal wordt in ieder geval, ik ben gestrand in Spijkenisse. Ik moet terug naar Amsterdam, geen portemonnee, geen telefoon, om een treinkaartje te betalen. Ook geen bel. Zijn auto staat er ook niet. Dat is kut. Mijn Spijkenisse voor niks. Oh, wacht, trouwens, hij staat wel gewoon zijn deur rap. Kut, sorry. Als ik nu de auto uitstap, dan weet hij dat ik niet in de auto zat. Of ik moet echt heel sneaky de auto niet uitstappen. Oké. Yo, QC. Je bent wel thuis. Joey. Jij had mij zeker gebeld, denk ik, of niet? Ja, klopt, ja. Ik ben nu een nieuw meisje aan het daten. Het is uit met mijn vriendin, alleen... Wat wil je nou met het is uit met mijn vriendin en alles? Ja, echt. Hoezo is het klaar dan? Ja, nou ja, het liep al een tijdje niet meer goed. En uiteindelijk hebben we gewoon gekozen om apart verder te gaan. Alleen nu is het dus het ding dat ik met een meisje een beetje, sinds 3 weken aan het daten ben. En zij was dus best wel fan van jou, dus ik vertelde van, ik ken Joey hartstikke goed, is een goede vriend van me. En toen zei ze, ja, oké, kom dan bij de volgende date in zijn auto. Dus mijn vraag is eigenlijk of ik vanavond even je auto kan lenen. Zeker niet. Zeker niet? Maar ik kan niet... Ik kan sowieso die auto niet uitlenen, ik heb allemaal gezeik met de verzekering en zo. Oké, en kan ik iets anders van je lenen om te laten zien dat ik jou ken? Je mag een gouden marmel meenemen. Oh, dat is wel tof. Dan neem ik die, ja. Maar die komen ook altijd in je video's voor, toch? Ja, die heb ik hier. Ik weet niet hoe je dat allemaal meeneemt. Ja, ik heb wel een auto. Ik heb een Seat Ibiza. Daarom was het wel vet geweest als ik met jouw auto kwam, maar dat kan dus echt niet. Nee, ik kan echt niet. En gewoon op eigen terrein of zo? Dat ik haar gewoon meeneem naar dat eigen terrein, dan van je? Dan gaan we maar voor de stang. Oké, top. Oké, top. Thanks. Hoi. Wat ben jij zielig? Wat ben jij enorm zielig? Ik zit met een beetje een probleempje. Ik heb mezelf buitengesloten in mijn auto. Dit is aan het filmen ofzo? Ja, ergens in de buurt. En ik weet dat ik jouw adres ooit een keer op een callsheet heb gezien. Ja. En ik heb een fotografisch geheugen. Okay. Maar ik heb geen telefoon, geen geld en ik moet terug naar Amsterdam. Ja, ja. Dus ik dacht, misschien kan ik voor jou 50 euro lenen ofzo, of iets. Even kijken. Heel misschien? Heb je geen zwart geld meer van die, van die vroege straatdagen? Alles legit. Al mijn geld is wit, zeg maar. Tegenwoordig. Hé, hey, boy, dit is niet, je bent niet bezig met filmen ofzo. Zie jij een camera? Nee, man. Als je verwacht, dan... Ja, nee, tuurlijk. Dat mijn kind bovenaan geslapen is, anders zouden we nu gelijk vertrekken. Ja, nee, snap ik, man. We kunnen straks die bank op binnen. Ja. En dan breng ik je gelijk bij metro. Ah, fantastisch, ja, dat is kleine moeite toch? Ja, je bent topper, man. Hé, hey, Mos, waar ben je? Maar ik moet er ligt er toevallig maar ergens een bankoe in huis. Denk je dat? Oh, je hebt nog een bankoe daar. Oh, die portemonnee ligt binnen. Kijk hier, man, ik heb een
De Ilebon-koeien, joh. 50 euro, ja, daar ga ik sowieso wel mee. Daar leg je wel mee, toch? Ja, oprecht, maar stuur me even een tikkie, hè. Dan maak ik het gelijk over. Nee, joh. Ik vind het ook oprecht niet erg om een stukje te lopen, hoor. Nee, maar bro, als je wil. Als je nog even wacht, is het zo thuis. Denk ik. Zeg maar, hoe lang ben je ongeveer bezig? 5 minuutjes, 10 minuutjes? Lopend? Ja, lijkt me wel langer, man. Ja, gast, dat ga ik prima vinden, man. Ja? Je bent echt een held, man. Nee, thanks, schappie. Ja, toch? Kom maar, thanks, schappie. Dus even kijken, hier ergens moet het zitten. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik ken het alleen van de filmpjes. Yo, ik sta voor je deur volgens mij. Kijk eens even. Joey? Met een ware vriend. Als er een keer wat is, ik heb je bek, hè? Ja. Bedankt. Ja. Hè? Nee. Hey, ik ben morgenochtend... top. Yo. Hoe ging dat? Ja. Je hebt een gouden stok. Ik heb een gouden stok. En nog een potje meegekregen. Oh, wat chill. Met die pre-workout. Zo'n nutrition dingetje. Dus we hoeven niet aan de drugs. Hey, even wat anders, Joost. Ja, ik heb hier honger van gekregen. Ik heb er ook behoorlijk honger van gekregen. Ik wil wel heel graag bij Willy Wartaal lunchen, man. Bij Willy Wartaal lunchen? Ja, Willy Wartaal, daar heb ik ooit 1 draaidag mee gehad, 1 jaar geleden. Ja. Was gezellig, we mochten elkaar. Daarna heb ik hem nog nooit meer gebroken. Nooit meer. Nee. Ik denk dat hij mijn naam niet eens meer kent. Oké, okay, leuk. En jij gaat er eten? Dat ga ik proberen. Ja, kijk of ik een hapje mee kan doen. Ik ga gewoon aanbellen. Dat is ook lekker direct. Hij heeft waarschijnlijk meer moeite om me weg te sturen. En als hij me wegstuurt, dan vraag ik gewoon nog steeds voor een broodje voor onderweg. Ik wil gewoon heel graag een broodje van Willy Wartaal. Check nou. Hij doet niet open, maar ik hoor de bel niet gaan. Ik hoor de bel niet eens gaan. Ik heb nu 3 keer erop gedrukt. Hij doet niet open. En ik heb zijn nummer niet, dus ik kan nu ook, ik kan hem ook niet bellen. Van, yo, Willy, ik sta voor. Ja, ik heb zijn nummer. Heb jij zijn nummer? Ja. Hallo? Yo, Olly, met Joost. Ik ben toevallig in de buurt, grap. Ik dacht, even kijken hoe het met je is. Misschien even lunchen of zo. Ik weet even niet welke Jan dit is, man. Sorry. Joost. Joost. Niet Jan. Joost. Joost, van Gier Gasten. We hebben wel eens gedraaid. Oh, weet je nog? Jezus, man. Dat was fucking gezellig toen. Ja, tuurlijk, man. Ik denk, Jan. Nee, Joost, man. Maar wat, ja, was best wel gezellig toen. Volgens mij heb ik je ook nog een keer afgezet. Dus ik ben in de buurt. Ja, mijn moeder was ook in deze buurt. Ik dacht, misschien even samen een hapje eten of zo. Nee, ik ben nu gewoon even thuis. Oh, dat is nu al. Ik ben nu nog even thuis. Ik ben later wel even op kantoor bij Umer. Misschien kan je daar van ons komen. Je bent thuis? In de avond. Ja. Ah, maar ik sta dus zeg maar voor je deur. Maar je deurbel doet het niet. De deur. Ik hoor het, ja. Ja, inderdaad, ja. Ik hoor je schreeuwen. Nee, ja. Het zou even gezellig zijn, man. Even een hapje doen of zo. Eén seconde, ik kom erachter. Yo, Olivier. Lekker, grap. Met jou dan? Ja, mag ik verder komen? Dankjewel, man. Echt ontzettend lang geleden. Hey! Vriend! Oh, wat leuk. Ik wist niet dat jij een klein had. Ja, man, ik heb er 2. Die volgende die andere wordt over de school gehad. Dan heb ik daddy tips nodig, man. Ik word ook papa. Wat? Hey, vriend! Wanneer? Eind januari. Dat is wel gemakkelijk. Ja? Stoor ik je of niet? Helemaal niet. Ik dacht gewoon een keer leuk, weet je wel. Doe een keer gek. Gewoon een keer spontaan. Kom ik gewoon even... Hey! Wil je wat drinken? Ja, lekker, man.
Lekker man, heb je een frisje? Ja, ik denk het wel, maar het is hier de lachen. Vind ik ook lekker. Ik ben dol op Fernandez. Doe maar, ja, Green Punch. Lekker. Hey zus, ik ben heel veel bij een goede maat van me. Is goed, ik zo terugbel? Wat wil je kijken? Ja, is goed. Ja. Joep. Ja, het is een beetje rommel, maar... Dat is de dead life en de mom life. Ja, toch? Ja, maar hoe gaat het? Want die andere, Martijn, toch? Ja. Die heeft al eentje. Nee, Niels. Ja, Niels die is... Uh-oh, heb jij je drink omgegooid? Ja, natuurlijk. Ja, zo gaat het, hè. Nee, Niels die is Niels net paps geworden, man, in april of zo, alweer? Ja, die wedstrijd. Ik zag het eerst in de wei ook en dat was wel goed. Ja. Allemaal een beetje in de buurt. Ja, dat is ook wel gezellig. Ja. Vind ik ook. En ik ben als tweede, dus alles wat hij heeft gekocht, kan ik overnemen. Ja. Voor niks. Ja, toch? Jij eerst en dan kom ik en dan neem ik alles over voor niks. Ja toch, je moet het leven. Je moet het echt leven. Daarom dacht ik ook, kom even gewoon een broodje bij jou halen. Ja. Een bruine Albert Heijn boterham. Lekker man. Ja. Hij is vers! Echt serieus, ik eet hier nu echt brood met mes en vork uit beleefdheid. Ik heb dat nog nooit uit mijn leven gedaan. Ik heb nog nooit brood met mes en vork gegeten, gewoon heel eerlijk. Hé, hey, maar Wibba, dankjewel voor je lunchgrappie. Ik heb het gevoel dat je me ook een beetje overval. Oh ja, we zijn, ja vooral. We zijn gewoon helemaal in huismodus. Maar iedereen is hier altijd welkom. Toch, Otellootje? Nou, dat vind ik hartstikke gezellig. Nou, Otello, als je een keer bij mij langskomt in Amsterdam, kan je gewoon aanbellen. Dan heb ik gewoon een appelsapje klaarstaan voor je. Je bent gewoon binnengelaten door Willy. Je hebt er maar één keer ontmoet. Dat is wel een prestatie van formaat. Mag Olivier zeggen? Oh ja, sorry. Hey gozer, ik heb even met Olivier lopen lunchen. Ja. Gewoon zoals hele goede vrienden dat doen. Heel collega. Dus we kunnen zeggen, hij laat jou binnen, hij geeft jou een broodje met kalkoenfilet. Ja, hij geeft een Fernandez schoen. Dan is hij gewoon heel gul. Dan is hij heel collegiaal. 100%. Dat, ja, zeker weten. Help a bro out. Ja, toch. Ja. Eerlijk, dit is toch mooi. QC, je bent echt de baas. Maar we gaan het wel even gewoon netjes teruggeven. Ja. Ik heb 200 euro nodig. We zijn aan het testen hoe vrijgevig de influencer is. Hey bro, ik snap het maar... niet. Ik dacht eerst, het is een item, maar ik zag echt geen camera. Ik was ook een beetje aan het kijken zo en ik denk, hè? Hier is het, dit is een cameraatje. Is dat een camera? Dit is een cameraatje. Nee, dit is ja, gast. Oeh, in die barcode. Ja, gast, hier. Ah, man. Dit is lijp, hè? Hoe collega's onze collega's. Heel collega's. Ja, maar ze trekken de grens. Bij een auto uitdelen. Ja, dat is wel echt te ver. Maar dan krijg je alsnog als goedmakertje deze prachtige gouden paal. Ja, die we allebei niet kunnen liften. Nee. Hey, vond je nou een leuke video? Volgende week gewoon weer terug. Donderdag training day. Dus ja, check dat ook allemaal. Checken. En dat was hem wel. Tot volgende week. Later.